Het zal een feestje geweest zijn in de kleedkamer afgelopen jullie. Ja, ook op het veld. Ik zag hier veel belevingen in ons elftal. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ja, want eindelijk weer heel dicht bij een prijs. Ja, het is mooi. We spelen nog thuis in de finale, dus dat is ook mooi meegenomen. Ja, laten we het positief proberen te houden. Jullie zijn 45 minuten dichter bij de bekerfinale gekomen dan vorig jaar. En wat zeg ik, jullie hebben zelfs de Kuip gehaald. Ja, zeker. Derde keer halve finale is niet echt mooi. Natuurlijk willen we heel graag in de finale te staan, maar is niet gelukt. We moeten doorgaan in de competitie en proberen zo hoog eindigen als mogelijk. En dan zullen we zien wat gaat gebeuren. Als je de finale haalt in eigen huis, misschien een beetje aan je stand verplicht, zou je op het eerste oog zeggen. Maar de manier waarop was ook gewoon goed. Ja, het was overtuigend. Dat hebben we ook goed gedaan. We hebben goed gespeeld. De eerste helft waren we ook duidelijk de bovenliggende partij, vond ik. Eindpaas was af en toe niet goed, maar toen zag je ook wel dat wij... Baas in eigen huis waren, laat ik zo zeggen. Nou, tweede helft, na die goal van Michael. Ja, ik denk dat iedereen die je zou vragen dat over de hele wedstrijd gezien gewoon wij echt verdiend gewonnen hebben. En dan is het ook prachtig te zien hoe die supporters uit hun dak gaan, dat je een finale haalt. Waarom lukte het niet vandaag? Ja, eerste helft hadden we nog geen echte grote kansen, maar wel een paar mogelijkheden, zeg maar. En in de tweede helft kregen we 2 doelpunten tegen door 2 individuele fouten. Dat is heel jammer, maar natuurlijk kan gebeuren. En daarna konden we niet echt meer doordrukken of kansen te creëren. Dus in dat opzicht was de overwinning van Feyenoord verdiend, denk ik. Een opluchting, neemt het ook een bepaalde druk weg op die misschien de laatste weken toch een beetje was ontstaan bij jullie? Nou ja, als je bij Feyenoord speelt heb je altijd druk. Maar het is inderdaad wel een... Het gaat even iets van je af dat je staat in die finale. Je bent er nog niet. Maar je hebt nu in ieder geval kans om die finale te winnen. En als je verloren had, dan sta je hier weer met een domper. En dan zeg je, hadden we maar dit, hadden we maar dat. En dat hebben we van tevoren gezegd. We moeten niet aan het eind staan, hadden we maar dit. Het is gewoon volop aan de bak. En dan het resultaat is... Heel bevredigend, moet ik zeggen. Ja, nu morgen achteruit leunen, op de bank zitten en naar die andere halffinale kijken wie de tegenstander wordt. Ja, dus het zou mooi zijn. Ja. En dan heb je Heracles of Roda, heb je daar nog een voorkeur? Nee, niet echt. We spelen thuis. Dus het is gewoon mooi. Het publiek staat sowieso achter ons. Dus het maakt mij niet echt uit wie de tegenstander is. En Roy Makaay is natuurlijk nog steeds de topscorer in het bekertoernooi. Heb je hem nu al gesproken? Ja, nou goed, kijk, voor Roy is het natuurlijk ook hartstikke mooi dat we de finale halen. Want hij heeft een richtpunt, hij wil sowieso de finale spelen. En goed, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Roy is gewoon een topspits van Europees niveau. Die gewoon elke keer het verschil kan maken. En het is wel heel belangrijk als hij weer fit is voor ons. Nog een hele kleine kater? Nee, laat ik niet. Nee, geen kater. We gaan door gewoon. Jammer, maar zeker jammer, maar we gaan door. Okay. Ja, oké. Okay.